Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1409 met een uitzending van vandaag 14 september 2018. Dit is het bulletin van vrijdag. De data vandaag die is 8 PSK 1000 bij 1800 Hz, 8 PSK 1000 bij 1800 Hz. In Noorwegen zijn de mogelijkheden voor zendamateurs in de 4 meter band flink uitgebreid, zo melden meerdere bronnen. In het land loopt de amateurband nu van 69,9 tot 70,500 en is het maximale zendvermogen 100 watt voor gewoon gebruik en 1 kilowatt voor EME en meteorscatter. De nieuwe voorwaarden gelden sinds 8 augustus en gelden voor Noorwegen zelf en daarnaast ook voor Spitsbergen, ook bekend als Svalbard, Jan Mayen en Bouvet-eiland, Peter de Eerste eiland en het Noors-territorium op Antarctica. Met de nieuwe regel zijn eerdere regionale beperkingen in Noorwegen op 4 meter komen te vervallen. De RRL heeft een speciale pagina geopend onder andere de orkaan Florence. Verschillende sites berichten hierover. De pagina gaat nieuws brengen over de hulp van de Amerikaanse amateurs bij deze orkaan en bij andere orkanen in dit seizoen. De pagina bevat daarnaast een aantal behulpzame links voor mensen die zelf getroffen zijn. En daarnaast staan er links naar artikelen in de media waarover het onderwerp van de hulp door amateurs bij orkanen wordt gesproken. URL is arrl.org, arrl.org en dan -2018-hurricanes, waarbij hurricanes met een hoofdletter wordt geschreven. Als je op Google zoekt op arrl2018-hurricanes, dan kom je er ongetwijfeld ook. Vandaag over een week kun je op 145.800 weer luisteren naar het ISS, het International Space Station. Op vrijdag 21 september vanaf 10.15 uur UTC maakt het ISS verbinding met de Bisschoppelijke School en Technisch Instituut in het Belgische Sankt-Vith. Dat plaatsje ligt in Duitsstalig België. En tijdens dezelfde omloop wordt ook verbinding gemaakt met de beroepsschool in het Duitse Nuremberg. Dit alles volgens de website aris.org. Recent vond weer de jaarlijkse ballonvossenjacht plaats. Nederland was een van de eerste landen waar amateurs met een stratosfeerballon een amateurzender de lucht in lieten gaan. Diverse landen volgden en de meeste ballonnen hebben lang niet zo'n geavanceerde payload als de mensen van de stichting Scope in de lucht brengen. Je kunt volgens mij niet zeggen dat er sprake is van een rage, maar wel van een fenomeen. Wat voor payload je in de lucht stuurt is nog wel eens een probleem. Een jaar of 4 geleden brachten amateurs in Spanje 2 stuks Baofeng UV3R portofoons in de lucht. De ene werkte op 70 centimeter als zender, Fox gestuurd, de andere als 2 meter ontvanger om zo een eenvoudige crossband repeater in de lucht te brengen. Inmiddels zijn we zover dat er ook bedrijven zijn die payloads voor een dergelijk ballonexperiment te koop aanbieden. Amerikaanse bedrijf High Altitude Science in Tampa, Florida legt zich helemaal toe op deze markt. Het bedrijf dat zich met name op projecten voor scholen richt, levert een vluchtcomputer, een bakenkit, verschillende parachutes, ballons en spullen om de ballon mee te vullen en zelfs voor $700 een complete ballon met payload. Verder leveren ze ook een gimbal om een camera op te monteren en voor $225 een complete payload die slechts 30 gram weegt, de Stratotrek. De Stratotrek bevat een 2 meter miniatuurzendertje, dipoolantenne, GPS met APRS-functie. Het zendertje is slim, want afhankelijk van de plek op de wereld kiest hij de daarin gebruikt zijnde frequentie voor APRS op 2 meter. Even gecheckt en boven Nederland werkt hij inderdaad keurig op 144.800. Verder zit er een temperatuursensor in waarvan de gegevens naar beneden gestuurd worden. En ondanks de ijzige temperaturen blijft hij op een enkele vorstbestendige AA penlight batterij desnoods een week het APRS signaal uitzenden. Er zit ook een spanningmeter in voor de batterij. Ik heb helaas geen afmetingen kunnen vinden, maar het dingetje is zeer klein. 5 bij 1,5 centimeter als ik moet schatten. Te vinden op de website highaltitudescience.com. Vandaag een piepklein deeltje 9 van de serie over antennes. De komende dagen kijken we vooral naar ontvangstantennes en met name hoe je daar op zo weinig mogelijk QRM binnenkrijgt. Er zijn verschillende manieren om dat aan te pakken. De opstelplek van de antenne is nog wel het belangrijkst. Aarding speelt ook een rol. Je kunt de hoogte ingaan. Hoe verder bij de storing vandaan, hoe beter. En als het hoger kan, dan is dat de beste richting. Een andere manier is de antenne anderszins verplaatsen. En als je dan bezig bent, probeer dan ook de zendontvanger mee te verhuizen. Nadeel is dat je dan ook de deur uit moet om de spullen te gebruiken. Je kunt echter de apparatuur ook op afstand besturen. Dat is tegenwoordig ook gewoon legaal. Het type antenne is ook belangrijk. Er zijn antennes die beduidend minder storing oppikken. Dat zijn vaak overigens niet de allerbeste antennes om op te zenden. Om die reden kan het handig zijn om afzonderlijke zend- en ontvangstantennes te gebruiken. Andere dingen waar je aan kunt denken zijn technische maatregelen om de storing te onderdrukken. En wat ook heel belangrijk kan zijn is een goede aanpassing van de voedingskabel. En gebruik om storing te onderdrukken bij voorkeur coax en dan een type met een goede afscherming. Dit was in Vogelvlucht een klein overzicht van de mogelijkheden. In de volgende delen van de serie over antennes gaan we op een aantal van deze mogelijkheden nog wat dieper in.
In deel 10 van de serie over antennes gaat het over een bijzonder soort antenne, de loopantenne. De loopantenne is een antenne waarbij de stralen de vorm heeft van een lus, meestal de vorm van een cirkel. In feite is de stralen van een quadantenne ook een loopantenne, zij het dat die vierkant is. De lus van de loopantenne wordt al dan niet via een balloon gebalanceerd gevoed. Er bestaan twee tamelijk verschillende soorten loopantennes. Je hebt de full-size loop, waarbij de lengte van de omtrek dicht in de buurt komt van de hele golflengte. Een standaard quadantenne is bijvoorbeeld zo'n full-size loop. Een gesloten dipool is in feite ook een full-size loop, die in tegenstelling tot bij een quad is samengevouwen, zodat het voedingspunt en het tegenoverliggende gedeelte dicht tegen elkaar aan liggen. Daarnaast is er de magnetische loop, die ook wel kleine loopantenne wordt genoemd. Magnetische loop heet die omdat de antenne zich magnetisch, dat wil zeggen als zelfinductie, gedraagt en er dus met een capaciteit moet worden afgestemd op de gewenste frequentie. Dit soort kleine loopantennes worden vaak gebruikt op plekken waar grotere antennes te veel zouden opvallen of waar er geen ruimte voor is. De bekende ferrietantenne uit een radio voor middengolf of korte golf is in feite ook een kleine magnetische loop. Hier bestaat de lus dus uit meerdere wikkelingen die bovendien heel klein zijn. Een veelgebruikte afmeting voor een magnetische loop is een omtrek van de cirkel van minder dan een tiende van de hele golf. Dat betekent tevens dat er een vrij constante stroomverdeling over de gehele antenne bestaat. Dat is dus heel anders dan bij een full-size antenne, waar de staande golf op de antenne de vorm van een sinus heeft met een maximum en een klein maar zeer prominent minimum in de stroomverdeling. Wanneer je de loopantenne groter maakt, dan treedt die staande golf op de antenne in steeds hogere mate op, totdat deze bij de volledige golflengte zich precies zo manifesteert als bij andere full-size antennetypen. Loopantennes hebben de eigenschap om met name op de magnetische golf van het signaal te werken en niet op de elektrische golf, zoals de meeste andere antennes wel doen. De meeste storing bestaat uit elektrische golven en veel minder uit magnetische golven, terwijl het gewenste signaal juist vooral uit magnetische golven bestaat. Deze eigenschap is dus de reden van de unieke eigenschap van een magnetische loop om uiterst ongevoelig te zijn voor stoorsignalen, met name ook stoorsignalen uit de omgeving. Volgende keer gaan we verder op de loopantenne. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes kwam tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Vanavond is er weer de lange uitzending vanaf 10:30 op PI3 UTR en op fm.shorties.nl. En microfoon naar retour.